Ik weet nog niet of dat gaat lukken om veel te werken hier in deze hitte. Goedemorgen, we zijn 5 uur. Opstaan was vandaag iets gemakkelijker. Ik heb ook een klein beetje langer slaap. Ik heb net de aanbevolen hoeveelheid van 7 uur niet gehaald. Maar 6 uur en 3 kwartier, dat is ook al. Maar ik had vanmorgen een extra motivatie om op te staan, namelijk mijn raam openzetten voor frisse lucht. Maar veel frisse lucht krijg ik hier niet binnen. Dus dat gewoon ook nog altijd 20 graden brengt. Daarbij heb ik ook iets minder duidelijke planning voor vandaag. Dus iets meer zin om in mijn bed te kruipen terug. Ik weet nog niet of dat zal lukken om veel te werken hier in deze hitte. Want het is echt nog altijd heet. Heet. We gaan proberen. Hey, ik denk dat ik toch nog even heb proberen te slapen. Ik ben redelijk moe en kan me toch niet echt concentreren op wat ik moet doen. Dus dat betekent dat ik gewoon heel tegen YouTube zit te kijken. Dus misschien lukt het als ik wat extra slaap heb. Het is 7:30. En dat extra dutje heeft bij zot veel duurt gedaan. Best beslissing ooit. Het gaat wel iets minder productief zijn. Want ik heb ondertussen 2,5 uur niet gewerkt. Of zo, maar... Net foto's gemaakt van 4 verschillende boeken. Deze ben ik nog aan het lezen, boek voor mijn dochters. Deze heb ik al uitgelezen. Voor een groot deel op de trein naar Parijs. Deze heb ik ook al uitgelezen. En die de selectie niet heeft gehad voor zij of haar. En deze heb ik ook uitgelezen. Allemaal super mooie boeken. Allee, van die eerste weet ik nog niet, omdat ik nog aan pagina 17 zit. En voor de foto's heb ik deze achtergrondjes gewerkt. Je hebt zo'n blok bij de Action, maar allemaal van die vierkante achtergrondjes. En die zijn super handig voor foto's te maken. Hiervoor. Ik heb trouwens alweer een hele beetje frambelzweet. Jij. Ik ben niet zo productief als het woorden aan, maar het valt nog wel mee. Ik heb al verschillende blogberichtjes gecontroleerd en gecheckt op spelling. Ik heb er ook een aantal geschreven en nu ga ik enkele foto's editen die ik vanmorgen heb gemaakt. Ik zit trouwens met de ruiten toe en een ventilator, dus... De warmte is warm, uiteraard. Maar ik ga momenteel nog niet al te veel doen. Het is dan ook nog maar 10 uur. Ik ben nog nooit op letten hoeveel sproetjes ik heb van mij. Ik ben niet zo blij met de boekfoto's die ik heb gemaakt vanochtend. Vooral met het deel dat er een witte achtergrond is, die eigenlijk helemaal niet mooi is geworden. Ik ben ook niet volledig scherp. Maar... De ruiten staan open, mijn gordijnen zijn toe. Ze waaien wel de hele tijd heen en weer. Hier staat mijn airco-systeempje. 2 koelelementen en een zo'n waaierding dat je ook in de winter kan gebruiken voor warme lucht en nieuw koude lucht. De airco-blokken er tegen zetten helpt, maar het is niet dat echt ideaal is. Tijd om nieuwe foto's te gaan maken. Hopelijk is het beter licht ondertussen in mijn bureau. Een opstelling voor foto's. Een wit laken aan de ruit, zodat ik een kleine softbox creëer. Hier mijn boeken en mijn blaadjes. En hier de camera op statief. En nu eerst een mini break en dan die foto's gaan editen. Ik probeer licht te creëren. Met mijn bellen zweet. Toen zijn ze kapot. Misschien is het tijd om nieuwe koelelementen. Ik ga eerst even mijn mails checken en dan ga ik me klaarmaken om uit de deur te gaan.
Ik wil namelijk graag vandaag naar het Ypermuseum en ik wil ook er nog graag gaan zwemmen. Het is nu 2:30. Dus ja, het ergste van het is nog niet gepasseerd, maar we zijn wel het middaguur gepasseerd. Dus maar ik ga me sowieso goed insmeren met zonnecreme, want het is ja, 33 graden buiten. Net een uur en een half in het zwembad gezeten, daarvoor in het Ypermuseum. En nu heb ik zot veel dorst. En het 5 minuutjes heen en 5 minuutjes terug fietsen in dit weer is echt hel. Er is wel een briesje warm. Hai, het is nu 8:30. Ik leg mijn bed, want ik ben moe. En ik ben ondertussen even TikTok aan het kijken, want ik ben verslaafd aan TikTok. Misschien ga ik ook nog even mijn boek lezen, maar sowieso niet te lang, want ik wil om 9:00 proberen te slapen, want ik ben echt moe geworden van de afgelopen dagen. Want ik heb het systeem nog niet helemaal onder controle om genoeg slaap te krijgen, terwijl je om 4:45 opstaat. Ik heb daar straks lakens in de diepvries gestoken, dus misschien wordt dat wel klop. Ik laat het je sowieso weten. Misschien een ander voor de volgende keer al op het jaar komt. Want ja, opwarming van de aarde en zo. Maar ja, Pokémon Go doet het al een dag of 2-3. Omdat het hof is en je mag niet naar buiten zoals Pokémon Go. Ugh. Misschien heb ik toch zo'n popding nodig. Toch doen ze nog altijd raid hour. Om 6:00. Als je niet naar buiten mag om Pokémon te spelen, waarom doe je dan raid hour? En het is niet dat het al om 6:00 afgekoeld was of zo. Tijd om nog even een slokje water te drinken. Mijn tanden te poetsen en mijn laken uit de diepvries te halen. Dat is een zin dat ik nooit echt graag ging zijn. Mijn laken heeft echt de ideale temperatuur. Niet te warm, maar ook niet koud. Yes! Doedels! Tot morgen!